iets simpels, touwtje springen. Ja, doe dat gewoon daar. En waarom is het niet? Je kan lachen, de een kan het wel, de ander kan het niet. Hallo, Vitesse natuurlijk, Pistorius was de naam, dacht ik, hè? Voornaam? Levi. Levi, oh, dat is een mooie. Is een mooie. Ja, ja, ik ken dokter Levi, maar die heeft ergens anders verstand van. Nee, dat was die man die in de coronatijd in Engeland bezig was. Echt heel bekend. Hé, touwtjes springen en Johan Cruijff, dat heeft wat met elkaar te maken volgens mij. Sowieso of dat iets met te maken heeft met elkaar weet ik niet direct. Maar wij vinden touwtjespringen wel heel belangrijk, omdat dat heel veel doet met je bewegelijkheid. En je wordt een algehele betere beweger. En uiteindelijk heeft dat voordelen voor het voetbal. Dus dat is waarom wij touwtjespringen heel belangrijk vinden. En denken dat we daar nog meer stappen kunnen maken. Sowieso als betere beweger, maar ook als betere voetballer. Dus dat is vooral. Maar hij had ook de filosofie. Die filosofie had Johan Cruijff. Van als ik met het touwtje ga springen en dat elke dag doe. Boxers hebben daar ook heel veel profijt van. Het is goed voor de conditie. Maar ook inderdaad voor die coördinatie. Ja, nee, zeker. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En het is heel makkelijk. Iedereen heeft thuis wel een touwtje. En je kan gewoon gaan springen en uiteindelijk zul je echt wel merken dat dat beter gaat. Maar wat een prachtig idee. Jullie doen dat bij Vitesse al jarenlang? Ja, we doen dat meerdere jaren. Tijdens training doen we dat niet. We hebben het vooral voor kinderen thuis en ze moeten het wel meenemen naar training en dan soms doen we dat. Maar het is vooral voor thuis dat ze extra werk kunnen doen of oefeningetjes. En dat ook met een minibal kunnen ze ook oefeningetjes doen. Hebben jullie daar met andere clubs ook contacten over? We hebben meerdere partnerclubs als Vitesse en daar hebben we natuurlijk wel contact over dat we dit aanbieden. En zeggen, hey, wij vinden, dit is onze visie erop en wij denken dat dat interessant kan zijn. Dus ja, dat wel, zeker. Dit is toch wel een prachtig evenement, hè? Zo om je heen kijkt iedereen in beweging. Iedereen in beweging, veel leuke trainers, eerst aanwezig. Het is hartstikke mooi, toch? Hartstikke mooi. Hey, bedankt. Helemaal goed. Oké. Okay. Jeroen Zandbergen, jij bent jeugdleider. Ja, trainer. Trainer van de 12-2. Ja. Dat moet wel een hele interessante baan zijn. Zeker. Wij spelen met de jongens hoofdklasse. Dan doen we dat 3 keer in de week trainen. Ja, dan proberen we dat op een hoog niveau te krijgen, zeg maar, met elkaar. 3 keer in de week trainen. Plus dan natuurlijk dat huiswerk thuis. Ja, zeker. Nee, dus we hebben het balletje dan mee en het springtouw. En dan iedere training gebruiken we dat ook. Ja? Echt elke training. Maandag dan het kleine balletje. Maandag dan het kleine balletje en dan de woensdag het springtouw erbij. Zie je dan ook vooruitgang bij diegenen die thuis daarmee bezig zijn? Nou ja, dat kan je niet direct zeggen, want ja, het verschil is niet zo groot, zeg maar. Nee. Maar je geniet er wel van? Ja, zeker. Nee, als je dit ook ziet, hè, bedoel, hoe ze ermee bezig zijn en wat ze allemaal al kunnen, dat is prima om te zien. Dat is hartstikke fantastisch. Ja. Mooi, bedankt. Yes, hey. Kom op jongens, jullie kunnen het, hè? In 1 minuut 200 keer. Ja, mooi. Dat is mooi. In één keer door. Heel goed. Tegenstander komt eraan en wil jouw sliding en je voet meenemen. Maar je springt er overheen en je passeert hem gewoon. Leuk dat je er ook bij bent, Stef. Dit wordt je beroep? Trainingen geven bedoel je? Nou ja, het zou wel kunnen. Ik ben wel met mijn diploma's bezig. En van jeugdvoetbal word ik altijd heel enthousiast. Dus ik geef zelf ook al 4 jaar een teamtraining, de onder 12 nu. Dus ik ga er elk jaar in mee. Dat vind ik super leuk om te doen. Dus, dit is toch wel heel erg mooi, hè? Als je zo om je heen kijkt. Ja, dit zijn allemaal bewegende kinderen, wat voor mij al hartstikke leuk is, zeg maar. Ik vind dat we er sowieso veel meer kinderen op straat, meestal lekker bezig met voetbal of lekker bezig met sport, wat dan ook, moeten zijn. Pas op, want je krijgt zometeen wel een bal in je nek als je niet oppast. Maar dus, dit is hartstikke mooi om te zien. En ook vanuit de club, denk ik, goed georganiseerd. Als je kijkt wat er ook op afkomt. En dat is leuk als je als eerste elftal speler er ook tussendoor kan lopen, toch? Even een hele eerlijke vraag. Heb jij zelf ook touwtjespringen gedaan? Op het schoolplein alleen. Alleen maar op het schoolplein. Maar niet echt als training, extra training voor het voetballen? Nee, maar ik moet ook zeggen, voetbal wordt tegenwoordig wel anders beleefd en gespeeld dan hoe het vroeger was. Hoor. Als ik zie wat deze kinderen allemaal aangeboden krijgen ten opzichte van toen ik nog klein was, zeg maar. Ja, ze spelen nu op een hartstikke mooi kunstgrasveld met goede ballen en geweldige faciliteiten. Ja, ik ben groot geworden op een zandvlakte, zeg maar. En
En op schoolplein. En ja, nou, met net zoveel plezier overigens. Maar dus we zijn wel heel goed bezig met z'n allen, denk ik. Terwijl jij ook wel weet dat Johan Cruijff, die was daar natuurlijk heel erg goed in. Hè? En die was zeer bedreven in het touwtje springen. Ja, ik zie de beelden zo nog voor me inderdaad. Ja, dat zijn leuke filmpjes om te zien. Zelfs bij Barcelona trainingen deed hij dat. Ja, hè? Met Stoichkov, hè? Ja, met Stoichkov. Ja, ja, en ik heb hem ook al met Guardiola volgens mij wel gezien. Ja, hartstikke leuk. Hey, veel plezier vanavond. Ja. En ook een goede training, hè, voor aanstaande zaterdag. Hè? We gaan ons goed voorbereiden op aanstaande zaterdag, zeker. Oké, Stef. Over 10 jaar in het eerste, jongens. Ik heb het al lang gezien. Hoho, wat een talenten. Hier is Joram Bakker, die kennen we nog wel, van de A-selectie, bezig met zijn clubje. Kijk. Ja, ja, dit is soepel hoor, dansen. Dit is gewoon dansen. Heel goed. En een hoger tempo, hè? Hoger tempo. Proberen nog hoger, nog sneller. Oh, goed hoor. Het ziet er goed uit. Oké. En nou even een andere beweging, of niet? Kapbeweging. Heel mooi. Kijk. Ja. En dit elke dag thuis, hè, jongens? In die achtertuin. Nieuwe technische coördinator sinds? Sinds augustus dit jaar ben ik mee begonnen. Marco Hop heb ik dan mijn collega. En nu ook bij de 9-1, waar ik heel blij mee ben. Ik ben dit jaar begonnen, vorig jaar begonnen bij de club. Bij de 15-1 als assistent. Dit jaar begonnen als TCO. Buiten de TCO ben ik ook nog eens trainer van de 16-1. Ja, wat ik wil graag bij de club is dat we allemaal met z'n allen samen gaan werken. Dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dat elke kind wordt gezien. En niet alleen de selectieteams, maar ook de buitenselectieteams. Dat is wat we doen. Fantastisch idee en een hele mooie job. Zeker weten. Ik krijg er ook heel veel energie van. En ik krijg ook energie terug van de kinderen. En dat is een van de leukste jobs die ik ooit gehad heb, zeg maar. Als voetbalcoach, als trainer. En de blije gezichten maken mij weer gelukkig. En het is toch fantastisch als je dat ziet zo over dat hele veld heen. Alles en iedereen bewegen. En bovendien is het ook gewoon heel erg goed. Hè? Natuurlijk voor de lichamelijke ontwikkeling van die kinderen. Zeker. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat elke kind gezien wordt. Dat elke kind de juiste aandacht krijgt. En dat ze dezelfde trainingsoefeningen krijgen. En natuurlijk heb je met bepaalde niveaus dat je die oefeningen net moet aanpassen. Maar we zijn er voor elke kind. Want we zijn een vereniging als DVS zijnde. En we zijn er voor iedereen. Zo moet je het ook zien. Heb jij het ook het idee dat ze dat thuis zelfstandig gaan doen? Ik denk met de midiballetje en het springtouw. Wat ik wel zie, dat het steeds meer terugkomt. Het moet echt gaan leven. We zitten net bij het begin met de mini-balletjes en de springtouwen. Ik denk zeker dat de kinderen daar wat mee gaan doen. Dat is ook het doel uiteindelijk van ons. Dat de kinderen meer gaan bewegen met een balletje en met de springtouw. Ik heb ooit een keer Johan Cruijff zien springen met dat springtouw. En dat probeerde hij aan Stoichkov, dat was een Bulgaarse spits van Barcelona, probeerde hij dat te leren. Die struikelde gewoon over zijn poot. En Johan Cruijff die was zo soepel, omdat hij natuurlijk altijd met dat touwtje bezig was. Ja, daarom willen we ook zorgen dat alle kinderen van op deze leeftijd al beginnen met springtouwen en met balletjes. Dus dat ze ook tweebenig worden, niet buiten het springtouwen en het balletje. Willen we ook dat ze tweebenig gaan worden. En dat is heel belangrijk. En de motoriek is heel erg belangrijk. Anno 2023 zijn we met hele andere dingen dan in de jaren tijd van Johan Cruijff. Hè? Dat het alleen maar met voetbal ging. We hebben nu ook andere dingen nodig. En daar kan dit een hele grote bijdrage in hebben. Ja, zeker. Ook als, goed als tegenwicht van alle games en mobieltjes en wat die meer zijn. Zeker. Vroeger voetbalden wij, hè? Tot we de lantaarnpalen uitgingen, voetbalden we. En anno 2000, zoals ik al zei, 2023 zitten we allemaal te gamen en zitten we in ons kamer. En dit is het doel om de kinderen in beweging te houden. Dus ook de bewegingsarmoede omhoog te halen door het miniballetje en met springtouw te werken. Heel goed. Hey, succes. Dankjewel. Met je baan ook. Waar speel jij in? Vitesse. Speel je bij Vitesse? Nee, training. Oh, training bij Vitesse. Zo, hartstikke mooi. Ben je geselecteerd? Ja. Woehoe, lekker. En bij DVS speel je... Waar heb je daar gespeeld? 9-1 nu. Wat? 9-1. Oh. Jo, 9-1. Ja, oké. Hey, ga door, hè. Hi. Hoe is het? Goed. Mooi. Vind je dit leuk? Ja.
Ja, dit is een goede, ja, goede voor je techniek en behendigheid. Dat is behendigheid. Hé, hey, dat woord had ik nog niet gehoord. Dat klinkt wel echt heel goed. Ja. Ja, dit is wel goed voor de kinderen. Dan kunnen ze presenteren. Dan kunnen ze gewoon bij Manchester of Arsenal spelen. Ja. Ja, wat is jouw favoriete club? Mijn favoriete club is Arsenal. Arsenal? Ja, ja, die gaan misschien wel de Champions League winnen. Ja, nu kunnen ze dat wel. Ze kunnen wel Real Madrid 5-0 winnen hoor. Hey. Allemachtig veel oefenen thuis, hè? Nee? Ja, afgesproken? Ja, is afgesproken. Ja, mooi.